We zijn op de helft. Nee, Martin, nog niet. Zoals ik dus al zei, we zijn op de helft van ons middagprogramma. Oh. Martin, even wachten. Wat zeg je, Klaas? Even wachten. Even wachten. Ja. Om ongeveer 5:10 nieuwe avonturen van Suske en Wiske. Oh, leuk zeg. Nee, maar nu eerst. De jeugdspelshow van de Tros. Dit is Ren je Rot. Had ik het al goed? Voor de 34e maal de spelshow voor België en Nederland. Ren je Rot. Speciale gasten, de heer Haag van de Overloop en Rini van der Lee. Ren je Rot met Martin Brosius. Oh ja, thuis ook natuurlijk. Bijzonder hartelijk welkom bij de 34e aflevering van Ren je... Nederweert met Paul Vissers, Erik Sentjens, Lianne Verheijen, Karin Schrooien en Gerard de Vries. En voor de burgemeester Toornstraat School uit Hattem spelen mee Emile Dubuy, Nico Boscha, Marcus van Riesen, Annette Sanders en Femi de Vries. Dat staat er. Lambert de School een cassette recorder of voor de burgemeester Torenstraat School een diaprojector. Dat is even wat. Ik ga je even begroeten. Dag Paul, dag Erik, dag Lianne, dag Karin, dag Gerard van de welke school? De! Dat zei Klaas al. Nee, maar waar vandaan? Uit! Nee! Lekker zwaaien. Dag Emiel, dag Nico, dag Marcus, dag Annette, dag Femi van de burgemeester Torenstraat. Het ziet er wel lekker uit, hè? Dit is echt wat je noemt een kostuum uit deze tijd. Ja. Maar welk kostuum kwam uit de tijd van Johan de Witt? 1. Hoi. Nou, kijk eens al. 2. Nou, dat ziet er ook goed uit. 3. Nou, jullie zoeken het maar uit. Ren je Rot! Uit de tijd van Johan de Witt, jongens. Snap maar. Haha, dat is lekker. Uitstekend. Goed, met z'n allen een bal. Nou, dat is een lekker begin. Ja, ik kwam al daarnet, kwam ik hem al tegen. Hallo. De bemanning was gaan muiten en wilde de kapitein aan land zetten. Ik bevrijdde hem en met z'n allen veroverde het schip. Daarna bracht hij mij terug naar Engeland. Ik had toen 18 jaar op een onbewoond eiland geleefd. Tja, heel klassiek boek jongens, mooi boek. Uit welk fragment zagen jullie overigens net? Dit stukje, uit welk boek? 1. De Graaf van Monte Cristo. 2. De Drie Musketiers. 3. Robinson Crusoe. Hey. Ren je! We hebben het blijkbaar allemaal gelezen, want jou hè? Ja, ja. Heel goed. Allemaal een bal. En het leuke is, jongens, dat. Ja, we gaan kijken naar een bandparodist die vanmiddag iets heel anders doet. Hij gaat namelijk een liedje zingen. Een liedje met mevrouw als lampje. Het liedje Willy Wortel. Hier is hij, Rini van der Lee. Van Guus geluk. Ik vind elke dag iets anders uit, ben jij helaas het meeste mislukt. Waar ik zit of lig of sta, en waar ik kom en waar ik ga, is Lampie. En hoe hij ons best op doet, is zonder uit het zeggen van een rampie. Ieder schip dat we uit in hem zingt, hoort een plonje dan ons gemaakt stinkt. Het is geen wonder naar die gekke avonturen dat haast iedereen zingt.
al zoveel geprobeerd. Wat moet ik doen? Daardoor speelde ik misschien wat te veel. Jongen, jongen, wat heeft Lampie gegil. Want de balko op zijn kop terecht en toen sloeg kleine Lampie op deel. Billy Wortel, ik doe bijna altijd alles verkeerd. Billy Wortel. Wat moet ik doen? Iemand vroeg aan Billy, kun je helpen, want mijn kachel wil niet branden. Het is ontzettend koud bij mij in huis, het is toch wel een grote schande. Ik was met die jongen wel in mijn schik, gaf die kachel hier en daar dus een tik. Nou, die wilde heus wel branden, maar oh, toen ging het huis in de fik. Billy Wortel, ik doe bijna altijd alles verkeerd. Billy Wortel, en ik heb al zoveel geprobeerd. Billy Wortel. Van der Lee. Ja, ja. Lekker, hè? Nee, wat was Willy Wortel eigenlijk? 1. Een gelukzoeker. 2. Een uitvinder. 3. Een miljonair. Ren! Je? Oh, ik ben zo benieuwd, hè? Hebben ze het allemaal? Ja, allemaal goed. Dat is misschien ook wel aardig. Even een vermommingsvraag. Allemaal goed gezien? Ja? Wie is dan deze deftige dame? Hey. 1. Willeke Alberti. 2. Wieteke van Dort. 3. Martine Bijl. Ren! Je! Yeah. Met z'n allen! Wat doe je? Weet je het zeker? Weet je het zeker, Marcus? Wat ga je nou? Doe je nou, hoor? Als had je een bal gemist. Dat is lekker, zeg. Nou, even kijken. Emiel, je hebt een heleboel. Nico, ietsje... Nou... Zeg, Nico, wat heb jij trouwens daar voor een ding op je bord? Of we krijgen daar nog even Wiedeke te zien. Wacht even. Kijk. Ja. Goed, dat was Wiedeke dus. Hè? Heel duidelijk. Ja, ik had net over jouw ding op je borst. Emiel, ja, Emiel heeft er ook een. Jullie hebben er allemaal een, zie. Oh, wacht. Ik heb er zelf ook een. Wat staat er eigenlijk op? Kun je het lezen? Het is niet Nederlands. Het is een hele makkelijke taal eigenlijk, hoor. Het is Engels, hè. En er staat run around, staat erop. Ja, zie je wel, Emiel. Ja, run around. Run around betekent eigenlijk ren je rot. Of ren je rot betekent run around. Het is namelijk zo, in Engeland hebben ze ook zo'n programma. Dat heet daar dan run around. Het is misschien wel leuk om even over te gaan naar Engeland. Naar de Engelse presentator. Doen we nu eventjes. Right. Here we go, it. Hello, Martin. Kids of Holland, this is our studio in Southampton. This is where we make our version of Runaround. Now, we think that we've got a little bit of a better program here. For instance, we had terrific prizes, and our kids make all the lot of noise. Don't you, kids? Let them out! See, that's the way we play the game over here. Entirely different to you. Now, I understand we're coming over there
to see you kids in Holland and have a game with you over there. We are looking forward to it because we are bright. We are so intelligent over here. I want to tell you, darlings, see you soon. Oh, no, 1 minute. I'll tell you what I'd like to do just before we go. You know you've got Tom, see? We haven't got a Tom. We've got a Jude. Hi, Jude. Say hello to the people, darling. Hello, everyone. So, hello, everybody in Holland. Hello, everyone in Holland. Doesn't she say it's lovely? We've got all sorts of bells here because I'm not all that clever. I make a lot of mistakes in it. But she's here. Ring the bell, bud. Ding, dong, ding, dong, ding. That's in case I'm making the mistakes. Now, really looking forward to seeing you. Be lucky. Martin, back to you because we've got a game to play here. See you soon. Tot ziens. Oké, fijn. Hartelijk dank, Mike Reed, want dat was hij, de Engelse presentator. Goed, wat gaat er namelijk gebeuren? Wij gaan met dit programma Renje Rot naar Engeland, gaan we het opnemen met een Engelse school. Dus een Engelse school tegen een Nederlandse school. Dus ook is het hier wat anders. Best leuk ook, vind je? Ja. Ja! En dat gaan we uitzenden 5 juni. Kijken jullie toch ook allemaal weer, hè? Ja! Hartstikke lekker. Nou, gaan we nu kijken naar de eindstand. Dan moet het helaas weer zijn. Ja, helaas. Luister en kijk naar de Renje Rot eindstand. Ja. Nou, 46 punten voor de Lambertenschool uit Nederweert. 45 punten voor de burgemeester Torenstra School uit Hattem. De Lambertenschool heeft dus gewonnen en daarmee ook een cassette recorder. En voor alle deelnemers hebben we een mooie fotocamera. Ja, dat is het jongens. Iedereen krijgt tenslotte toch een fotocamera, dus iedereen heeft eigenlijk gewonnen. Ja, gaan we daar gewoon vanuit? Doen we. Van harte gefeliciteerd jullie in de eerste plaats, omdat jullie toch eigenlijk gewonnen hebben. En voor jullie, nou ja, sowieso ook een van harte proficiat. Alleen om meegedaan te hebben, ik vond het hartstikke leuk. Jullie toch ook? Ja. Ja, en jullie uiteraard ook. Ja. En thuis vonden we het hartstikke leuk om gekeken te hebben. En daarom zou ik aan jullie willen zeggen, ja, tot de volgende keer. Dan kijken jullie toch ook weer. Ja? Oké, tot ziens. Dag, Paul. Dit was het dan weer, de 34e aflevering van Renje Rot. Deze maal met Haak van Overloop, Sherry, Rini van der Lee als Willy Wortel en natuurlijk Hanneke van het Dierenpark Wassenaar. Speciale gasten waren deze maal Martin Brosius en Klaas Vaak, tekstbijdrage Harry Oudekerk uit Naarden, Scrum Girl, Thea Bark en productie en regie. Productie en regie, Pia van Damme en Paul Boot. Kom nou op jongen, anders missen we Suske en Witske. Daar gaan we. Suske en...